Prijs de Heer, geliefde. Ik groet u andermaal in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Mijn naam is Frank Nahar en het is voor mij wederom een voorrecht om mijn 22e boek uit te geven met het, als titel Hoe serieus bent u met God? Een heel belangrijke vraag voor de lezer. Hoe serieus bent u met God? Hoe serieus wandelt u op die levensweg met onze Heer en Heiland die u geroepen heeft bij naam en een wonderbaar plan heeft met uw leven? In deze editie wil ik dan u meenemen naar mijn tweede hoofdstuk en daar iets over zeggen, een parel daaruit lezen en dat aan u meedelen. In hoofdstuk 2, de titel, of tenminste het thema daarin is breek op, opbreken. Dit boek bestaat uit drie hoofdstukken, namelijk het eerste hoofdstuk gaat over tijdselementen. Het tweede hoofdstuk heeft te maken met het opbreken, namelijk de plek waar u geestelijk bent beland, dat u daar afstand van doet en verder gaat met de Heer. En het laatste hoofdstuk heeft te maken met een christenleven is een veranderd leven. Ik lees met u in hoofdstuk 2. Er zijn verschillende niveaus van groei in het leven van de gelovigen. En het eerste niveau is het niveau van de wedergeboorte. Wanneer die reeds heeft plaatsgevonden, moet u verder. U moet dan gedoopt worden, oftewel de waterdoop, volgens Jezus' uitspraken. En daarna moet u zich uitstrekken naar de doop en de vervulling met de Heilige Geest. Vervolgens moet u zich uitstrekken naar de gaven en de vrucht van de Heilige Geest, die onnoemelijk belangrijk zijn in de strijd van het leven. Dat zijn allemaal stappen van vooruitgang in uw geestelijk leven. Ik kan u zeggen en mededelen dat vele kinderen Gods beneden de maat leven en tevreden zijn met hun huidige staat. Ze strekken zich helemaal niet uit naar de dingen van de geest, maar zijn aldoor uit op natuurlijke zegeningen. Er is volstrekt geen belangstelling voor geestelijke zaken. De mensen verlangen slechts verlichting voor hun natuurlijke problemen. Ongeveer 90% van de gemiddelde kerk bevindt zich in een grauwe of sombere toestand, omdat zij gewond, gekwetst, verbitterd, lusteloos of vermoeid is. De mensen hebben Jezus wel lief, maar ze zijn moe geworden om het evangelie in praktijk te brengen. Het lijkt alsof alles hem tegen zit. Een veelgehoorde klacht is dat de mensen bidden en nog eens bidden, maar dat God geen antwoord geeft. Waaraan ligt dat? Waarom geeft God geen antwoord? Waarom is er geen gebedsresultaat? Waarom geen gebedsverhoringen? Wat doen we fout? Klinkt het overal. Als u wil weten hoe dit verder afloopt, dan wil ik u aansporen en bemoedigen om zo snel als mogelijk dit boek aan te schaffen. U zult er geen spijt van hebben. De Heer zal u op een bijzondere wijze zegenen en tot u spreken.